Hallo beste kijkers van Aris Avonturen bij de HMC. Welkom terug bij mijn Jupiterkanaal. In de vorige video had ik beloofd om een overzicht van vorig jaar te geven van allerlei modellen die bij ons varen. Maar de actualiteit heeft dat een beetje ingehaald. Want onze grote vriend Ben heeft een heel mooi schip gebouwd. De Netloid Bahrein. En van die gaan we dus een hele leuke video zien. Ook de proefvaart zeg maar. En ook tijdens de vaardag die we eind van die maand hebben gehouden. Ik wens jullie heel veel plezier met het kijken naar deze video. Op 26 juni was het zover. De proefvaart van de Bahrein van Netloid, die door Ben is gebouwd. Ben heeft deze boot gehad van iemand en heeft deze helemaal afgebouwd. Kijk hoe alle details zijn. Heel erg mooi gebouwd. Zometeen zien we een trotse Ben die zijn Bahrein te water gaat laten. Hé Ben, ben je tevreden? Goed zo. Nou, we gaan het open. En ja hoor, hij drijft. Nu nog even wat lood hier en daar neerleggen om de waterlijn goed uit te richten. De Netloid Bahrein was een vrachtschip van Netloid dat in 1978 gebouwd werd door Van der Giezen de Noord. Het schip werd opgeleverd met een Sulzer dieselmotor met 16.800 pk die het een vaart gaf van 18 knopen. Het was een zusterschip van de Netloid Baltimore, de Netloid Bangkok en de Netloid Barcelona. Toen het schip 18 mei 1978 voor de afbouw van de Van der Giezen de Noord naar de Wilton Feyenoord werd gesleept, werd de Koningshavenbrug geramd met de laadboom, waardoor het spoorwegverkeer 14 dagen gestremd was. In 1992 werd het schip verkocht aan Balfour Shipping onder beheer van Alfred C. Toepfer. En dit jaar op kwam het in de charter voor Lykes Line als Charles Lykes. In 1998 werd de naam Lykes Pathfinder en in 2000 Pathfinder. In 2000 werd Fowler's Shipping Company de eigenaar van het schip met het beheer bij Cyprus Maritime Company onder de naam Delmas Jacaranda. In 2004 Bosco Jumbo en in 2006 BSL E Empress. In april 2010 arriveerde het schip in Alang en werd het helaas gesloopt. Goed je best gedaan Ben, hij vaart grandioos. Op 30 juni, de laatste zondag van de maand, is er weer een vaardag bij de HMBC. En natuurlijk is de Bahrein van Ben ook daar aanwezig. En is nu op weg naar de haven. Op weg om de Bahrein aan te meren in de haven. Handig hier Ben, mocht je goed. Ja, we hadden ze toen nog niet. Ja, we kunnen wel lijn inzetten, we doen er wel meer. Zit er geen boekschroef in Ben? Okay. We hangen eerst in de haven zo. Zo. Hey? Wat ga je doen? Denemarken ligt op paraat om Ben zo meteen de haven uit te helpen. Ja,
Ben, er is een sleepboot in de buurt, die kan het eruit halen. Met behulp van de sleepboot gaat het zeker lukken om de haven uit te komen. De netboot bij Rijn is de haven uit en kies weer het ruime sop. Nee, dat kost je wel €250, hè? Sleepboot Willem. Het garnalenkottertje van een van onze vrouwelijke leden, Suzanne. Ja, ga je goed, Ben? Sorry. Wat een beauty. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Na een lange tijd weer terug het scootje. Van een oud lid, Dick W. Helaas door gezondheidsreden kan hij niet meer naar de club komen. Het scootje is overgenomen door Hein, zodat we nog heel vaak gaan terugzien op ons vaarwater. De Akkrum uit de Treherne, hier in slow motion in beeld. Schepen varen langzamer uit beeld en dat betekent helaas weer het einde van deze aflevering. Beste mensen, kijkers van mijn kanaal, dit was het weer. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. In de volgende video hebben we een hele rare snuiter op ons vaarwater. Ga het zien. Tot in de volgende video en bedankt voor het kijken.